Hey jongens, ik ben het weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie weer wat Call of the Ghost gameplay. En vandaag is episode 3 van Live of alle game modes. En vandaag is het op de game mode Blitz en op de map Strike Zone. En ik zal even een kort samenvatting geven van wat Blitz eigenlijk is. Blitz is eigenlijk een soort van rip-off van Capture the Flag. En wat ik daarmee bedoel is, het is eigenlijk precies hetzelfde als Capture the Flag. Het enige verschil is dat je bij Capture the Flag bijvoorbeeld de vlag pakt. Ja oké, dat is dit keer niet, maar in principe dus. Je pakt een vlag en je neemt hem terug naar je basis. En in dit geval ga je alleen naar hun basis toe en je staat in een soort van portal en dan spawn je weer terug. Dus je hoeft er alleen maar heen te lopen, je hoeft in principe niet meer terug te lopen. Waardoor het in mijn ogen een veel saaiere mode is, want het spannendste van Capture Flag was dus gewoon het teruglopen. En nou is het dus eigenlijk gewoon precies hetzelfde als Capture Flag, alleen hoef je niet terug te lopen. Dus ik vind het een beetje jammer. Ligt er nou serieus? Ik had het niet eens gezien, man. Ik denk, hè? Zie ik er nou serieus? Tada. In mijn rug misschien hier iemand. Oké. Okay. Non-killstreak. Oh shit. Non-killstreak kills. Of wat stond er nou? Non-lethal kills. Ik heb niet goed gekeken. Oké. Okay. We hebben hem in ieder geval. Dus het was volgens mij gewoon non-killstreak kills. What the fuck is dit voor spot, jongens? Wat is dit voor spot? Ik zweer, ik heb deze game nog nooit gespeeld op deze map. Dus ik wist helemaal niet dat ik hier moest staan. Maar ik heb het nou al gezien dat ik hier dus wel moet gaan staan. Want dit is gewoon pure overkill. En via de ding dit flikkeren. Hier is het open. Hier is het dicht. Nee, dat zat eraan te komen. Oké, nou gaan we even snel deze kant op. Ons backup bijna kwijt ook. Hond is dood. En we hebben Trinity Rocket. Jammer. Ik had gehoopt op een Cam Strike. Maar ik denk, ja, weet je, we wachten wel. Wel lelijk dat ik dan nog dood ga in mijn rug ook. In ieder geval, hier, kijk eens naar de score. 4-2. En ik heb bijna nog niks gedaan in de game. We zijn net pas begonnen. En daarom vind ik deze game ook niet zo leuk. Het is veel te fast paced. En dat is in principe normaal gezien niet zo'n groot probleem. Alleen nu dus wel. Vliegt er net een heli voor. Gelukkig niet mijn heli. Zou ook nog kunnen overkomen. Ik heb helemaal geen kills. Ik haat dat ding. Oh shit, oh fuck, dat mijn teammate die andere dood had. Er zat al een doekje. Nou, weer een punt gemaakt. 3, 2, 1, maak ze nog een punt. Hier rechts zit er eentje, volgens mij links zit er eentje. Wel rechts. Voor me, jezus, ik weet niet waar ik kan kijken, overal hem is. Wel één rechts en dan gaat hij dood. Fantastisch. Er zit iemand echt vol in onze basis te camp hier rechts. Maar volgens mij winnen wij nou toch binnen een paar seconden. Want in totaal, ja hier, ik kan het zeggen. Er kunnen in totaal 8 punten gemaakt worden per ronde. In totaal dus 16, er zijn 2 rondes. En dat gaat veel te snel. Ik vind het serieus echt een slechte rip-off van Capture the Flag. En ik ben al 3 keer dood. Echt, volgens mij was ik 2 keer door dezelfde keren, volgens mij, in dat hoekje. Nou ja, in ieder geval, we hebben nog een ronde. Dus hopelijk gaat het nou wat trager en is het niet gelijk afgelopen. Want het is echt saai als een game gewoon zo snel afgelopen is. En als het daar ook zo snel afgelopen is, dan doe ik sowieso nog een andere match. Want anders is het wel heel kort. Dan is het een video van maximaal 2 minuten, denk ik. Ik weet niet. 8-3. Iedereen in het team gaat eigenlijk wel goed. Dat is wel nice. Ja, 3-5. Daar vind ik al goed voor mijn teammates. Want normaal gezien staan ze 3-15. In de andere game modes die ik speel. Dus. Oh shit, ik schrok bij de pleuris. Zit aan, Sunny. Oké, die ligt ook wel. Spant er eentje achter. Ja, zo is het mooi killen toch? Zo gaat het wel lekker. Eentje in mijn rug. Daar was er eentje volgens mij. Maar ik moet even kijken voor rechts. Als mijn teammates even naar rechts toe gaan. Want ik heb hier daar rechts iemand staan. Maar ik durf nou niet naar links te kijken. Er staat inderdaad iemand rechts van mij. Even die hond. Zo. Als die hond nou even gewoon gaat lopen waar die moet lopen. Ik wou dat die hond ergens heen kon sturen. Van, ga daarheen. Met een weet ik veel pijltje naar rechts of zo. En dan de kant inwijzen. En gaat hij die kant inrennen. Dat zou echt geniaal zijn. Als ze dat hadden gedaan, dan had het gewoon serieus goed uitgewerkt. Nou hebben ze gewoon gedaan dat die hond achter je aanloopt. Dat doet helemaal niks. En die doet alleen mensen bijten die jou hebben gekild. Want dat is bijna het enige wat hij doet. En ik moet even oppassen. Ik heb die volgende hit. Ik weet niet van binnen en van daar volgens mij. Mijn rug is vrij safe. Zullen wij op die vlag afgaan of niet? Ja, ik wil eigenlijk niet op die vlag van hen afgaan. En de reden is, ja, het is geen vlag, maar je snapt wat ik bedoel. De reden dat ik niet op die objective afga, is dus omdat het anders veel snel afgelopen is. En niemand doet dat nou, dus dat is op zich wel gunstig. En ik denk dat er iemand in onze rug gaat komen. Dus ik ga heel even zo lopen. Ik denk serieus dat er iemand uit het restaurant gaat komen. Alsjeblieft, ga nou niet dood. Ik heb bijna een killstreak. Oeh, die hond doet weer niks. Hè? Ja, nou, hij maakt nou die tweede kill, oké, netjes. Maar die eerste, daar was hij er niet. En dat is het probleem bij de beest. Maar ja, als dat wel was, dan is die hond al veel te overpowered. Want je kunt bijna niks tegen de beest doen. Hij is zo snel, zeker in een map als deze. Kleine map. Hij kan aan alle kanten komen. Even laden. Dit is echt zo'n power position van de map. Als je hier staat, kun je heel de map domineren. Come on, er zitten 2 in mijn rug. Woep, granaat. Ik heb een juggernaut. Wat leuk. Het beste is, als je heel snel wil winnen in het spel, om een
een Maniac te nemen. Een Maniac is eigenlijk die Juggernaut waarbij je alleen kan knife, maar dan kun je super snel punten maken. Maar ik denk dat doe ik expres niet, want dan is de match echt snel afgelopen. Hij spreekt mooi met kogels. 22 op 3. Even kijken hoor, er zit trouwens een Juggernaut in. Wat? Een campstrike? Oh fuck! Holy shit, ik dacht dat ik mijn Juggernaut gegooid had. Ik zweer het, ik dacht dat ik mijn Juggernaut gegooid. Ik wacht wel even met Juggernaut. Woo! Campstrike, the easy way. Boom goes the dynamite. Hell yeah. Nou, heb je ook weer gezien? Campstrike. Het is een campstrike. Maakt niet uit hoe toch? Ja, bij de rest speel ik ook goed, dus het is niet van... ja, joh, de match slecht gespeeld, je hebt hem niet verdiend. Ik vind dat ik redelijk goed speel. Ik speel gewoon dominerend. Midden van de map helemaal domineren. Helemaal solo. En de match is afgelopen binnen 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ik wist het. Waarom? Oh, iedereen is ook geliefd. Dat is het leukste. Nee, de reden is dat... ja, dat is zeg maar de timer. Je kunt niet constant een vlag blijven cappen. Je moet constant wachten. En als dan die timer afgelopen is, dan kun je weer overnieuw cappen. En aangezien wij gewoon zo hard aan het domineren waren, wist ik gewoon dat al mijn teams gewoon om die objective heen stonden te wachten. Ik heb 0 caps. En dan zou je zeggen, dat is fucking bad. En hoe snel is de match afgelopen? Laat staan als ik nou zelf ook 3 caps had gehad. Dan was de match echt binnen 2 minuten afgelopen. Maar ik ga even kijken of ik nog 1 match ga doen. Dan zie ik jullie zo meteen weer. Tot dan. Houden we. Hey jongens, daar ben ik weer. En nou is het weer een blitzmatch op Octane. Het is nog steeds dezelfde lobby. Het is gewoon back-to-back. Dus de vorige match had ik die match die ik net aan jullie heb laten zien. En ja, dan knip ik al die laatste schermen knip ik er allemaal tussenuit. Dat is fucking boring om te zien. Maar ik denk dat deze match wel langer zal zijn als die match van net. Want deze map is gewoon wat moeilijk om op te spelen. Het is gewoon het midden in deze map is ja, op zich vrij hectisch. Je kunt er niet heel makkelijk doorheen rennen. Als het moet, dan lukt het altijd natuurlijk. Maar ik denk dat deze match al iets langer zal duren als die van net. Want die map van net die was wel heel erg klein. En die staat ook gewoon onbekend. Dat ja, gewoon een van de kleinste mappen is, denk ik, uit de game. En ook wel het makkelijkste om punten te maken, denk ik. In ieder geval, we gaan even hier naar boven. Kijken of we een mooi overzicht hebben van de map. Ik zie nog niks. Ik zweer het je, dat leanen, ik vind het echt zo'n nutteloze optie, hè. Het liefste ga ik gewoon niet leanen, maar... We doen het er maar bij voor de lulz. Hier nog iemand? Nope. Ik heb bijna niemand gezien. Hij is de eerste. Daar loopt er nog eentje. Ja, die kan ik niet meer killen. Weet je wat ik ga even doen? Ik ga even hier naartoe. Ik denk dat er hierboven iemand zit. Ik kan eigenlijk nou gewoon al een punt maken. Ja, ik doe het maar gewoon. Anders heb je het ook nog niet eens gezien dat ik punten maak. Ik speel objective, jongens. Serieus. Maar als ik weet dat wij gewoon super makkelijk kunnen winnen, dan heb ik geen zin in om die match gewoon super snel af te handelen. En ik zie al... Dat het 1-1 staat. We staan zelfs achter. Nou, dat is een heel verschil met de vorige match. Dus het lijkt echt dat mijn team naar hun team is gegaan. En 1-1 wil ik niet. Ik wou wel dat ding pakken, maar ik wil niet doodgaan. Maar ik wil niet verliezen, dat wou ik wel zeggen. Dus we gaan wel sowieso winnen. Ik zal daar ook wel even meer objectives spelen. Oeh, dat was close enough. Iemand hier nog? Wat moet ik eigenlijk doen? Prone. Oké, okay. Nou niet. Eerst weer even punts maken. 3-3. Ja, dit is klote, jongens. Er worden nou veel te veel punten gemaakt. En ik doe dat ook omdat ik niet wil verliezen, want we staan weer achter. Wat de heck is dit? PTFO, jongens. PTFO. Play the fucking objective. En dit is een grapje. Het lijkt echt gewoon een spelletje van om de beurt of zo, weet ik veel. Ik zou echt moeten gaan verdedigen bij ons, volgens mij, want er staan meer enemies bij ons dan bij hun. Hitten. Nee, ik hit niks meer. Er is niks meer. Sowieso staat er hier op rechts. Dat zat eraan te komen. Ik kan sowieso mijn hot niet in. Als het goed is, is de match zo meteen toch afgelopen. Dit doe ik wel, want dan hebben we in ieder geval een voorsprong. Dan is daar ook niet constant weer hetzelfde gezeik in de volgende ronde. Want ik wil die voorsprong behouden. Ja, laat maar. Het staat weer 7-7. 3-2-1. Nee! Oh, motherfucker! 5-0. Jezus, we gaan die matchen snel. Kijk, ik heb ook een keer objective gespeeld, jongens. Dit krijg je dan, als ik objective speel. Dit krijg je dan. Nou, dat was wel kloot. Die ene kerel die was net snel eens kijken. Die had echt geluk. Ja, hij kon er niet meer in. Hij werd echt genaaid. Hij werd echt genaaid. Want er zit dus die tijd op dat je moet wachten. Maar we staan toch voor 8-7. Mijn teammates hadden nog een punt gemaakt. Dat is logisch trouwens, het is afgelopen. Dus ik heb mijn hond. Ik heb bijna mijn chopper. En hopelijk dat we nou gewoon iets langer
volhouden. Als we nou blijven verdedigen, dan kunnen we winnen. Of ja, dan duurt de match langer. Als zij nou weer punten gaan maken, moeten wij weer ook weer punten gaan maken, omdat we niet willen verliezen, bladibladibla. Allemaal onzin, je weet wel. Ik denk dat daar iemand op het dak komt. Ik ga heel even hier staan. Is een mooi overzicht kun je hier hebben. Wacht even. Oh, trouwens, de update, hè, jongens. Kijk hier. Je kunt al die mensen al matig muten. Eindelijk. Serieus, jongens. Ik zat allemaal te zoeken. Maar hoe kan ik nou zien wie ik allemaal gemute heb en wie niet? Dat is typisch. Dat ik net opsta en dat er iemand staat. Maar in ieder geval, dat is op zich wel een goede update die ze hebben gedaan. Alleen, de grap is, er is wel een automatische knop, zeg maar, om iedereen te unmuten. Maar er is geen knop om iedereen te muten. En dat is fucking stupid. Nou, we hebben weer een juggernaut. Wat leuk. Hond, pak hem aan. Nee, in mijn rug. Ben ik getrognifed? Ja, dat is al wel zo'n wannabe snipertje. Yep, ik ben getrognifed. Nou, we gooien even de juggernaut neer. Hebben die ook weer gebruikt. We staan al 11-8 voor je. Nou gaan we gewoon winnen. Kun je zien. Als je even een voorsprong hebt, hoef je niet steeds terug te werken. Want als wij weer gaan aanvallen, gaan zij ook weer aanvallen. Want er is bij ons weer niks te doen. En zo gaat dat de hele tijd door. Nou, hopelijk maak ik nou wel wat kills met mijn juggernaut. Net had ik hem, was de match afgelopen. Fantastisch. Ik pak het pistooltje nog iets sneller. Maar ja. Mijn mening over deze game mode is gewoon, het is een slechte rip-off van Capture the Flag. Het is leuk bedacht. Maar maak er dan 20 rondes van, want het worden zo snel die punten gemaakt. Ah, net te laat. Ik wil te traag, man. Hé, daar liep iemand. Die zal wel dood zijn door mijn chopper, neem ik aan. Die mag ook nog wat doen. Jongens, ik sta zwaar centraal. Ik kan nog niet meer killen. Oh, je hebt een kut. Wat denkt hij al niet? Dit is zo bad. Ik ga nog dood. Ja, ik kan het zeggen. Nou, ineens drie mensen, hè? De hele tijd kom je niemand tegen en ineens staan er drie mensen. Dat is fucking irritant. Nou ja, we gaan toch winnen, want we hebben nog maar 1 punt. Dus maakt het niet uit dat ik dood ben. Kijk, ik nog even kan verdedigen. Shit. Nou, dat lukt niet hier, deze kant. We sliepen net achter die bus. Klootzak, hè? Oh, gaat hij daar campen? Ja, dat kan ik niet kwalijk nemen. Maar hebben we nog niet gewonnen, want we hoeven nog maar 1 punt te maken, jongens. Als we dat even doen. Ik loop ook wel even mee. De chopper schiet sowieso op mij. Ah, we hebben al 1 punt gemaakt. Nou, 12 om 3. What the fuck is er met die kaart? Oh, wat? Ik wou zeggen de enemies forfeited. Maar de kaart, of de kaart, ik bedoel de kill feed. Het is ook geen kill feed. Nog één keer. Hoe noem je dit eigenlijk? Normaal, scorebord, dat is het. Scorebord, moeilijk woordje hoor. Ik kwam er niet op. Maar in ieder geval, scorebord is een beetje donker. Dus ik snap niet wat hier aan de hand is. Of eigenlijk licht, moet ik zeggen. In ieder geval, 12 om 3. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat in de comments achter wat jullie van Blitz vinden. Ik vind het op zich leuk bedacht, maar slecht uitgewerkt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot de volgende keer en houden we.